Goedemiddag! Shhh, je slaapt. Hey, we zijn weer druk geweest, hè? Wij zijn heel druk geweest. Godzonde. Oh, ja, we gingen eigenlijk voor een tafel of iets, maar... En nog stoelen. Ja, maar het is wat meer geworden. We hebben een nieuw interieur. Nou, we hebben het nog niet, maar het komt eraan. Het komt eraan. Want je hebt het allemaal weer geregeld. Ja, en wat voor kleur? Wat voor kleur? Het taupe, want we hebben een taupefeest binnenkort. We hebben de beelden. Heel leuk. Hey, hoe vind je dat dan, die stoelen? Ja, dat vind ik wel mooi, maar dat vind ik wel... Daar zie je elk wit pluisje op, liefje. Nee, ik bedoel niet die kleur. Ik bedoel niet per se die kleur, maar gewoon de stoelen op zich. Ik ga er even op zitten. Het zit wel lekker. Ben je dit dan, schat? Ja, maar dit vind ik echt heel mooi. Ja, dat vind ik ook heel mooi, ja. Maar ik zou wel een ander kleurtje willen. I like. Ik moet wel even kijken of het kan qua tijd. Want je moet natuurlijk voor de kerst moet je het hebben. Ik ga iemand even opzoeken. En als ik misschien heel lief kijk, misschien dat het dan gaat lukken. Nou, wat wij dus willen weten. Ja. Deze prachtige tafel. Hebben jullie die op voorraad 3 meter? En stel dat ik stoelen wil die ik net daar heb gezien. Ja. In een ander kleurtje stof. Hoe snel kan dat geregeld worden? Kan dat hele korte termijn? Nou, we hebben sowieso niks op voorraad, dus we moeten het wel bestellen. Uh-oh. Maar ik denk dat het wel kan korte termijn, 2-3 weken. Oh, dat zou perfect zijn. Ja, dat is zeker leuk, natuurlijk. Ja. Ja hoor. Ja. Dan word ik hier heel blij van. Ja. Nou, het mooie is dat het wel heel snel geregeld kan worden, want normaal duurt het dus heel lang. Heb jij goed geregeld, schat? Ik heb mijn charmers in de strijd gegooid. Dit zijn alle stoffen die erop kunnen. Had je zelf al een beetje een idee van? Ik wil een beetje bruinig crème. En het is niet dat als je daar iets overheen laat vallen dat het gelijk... Ligt er aan wat? Ja, ligt er een beetje aan wat. Maar je kan hem in principe wel heel goed behandelen. We hebben daar protectiesetjes voor. Spuit je het in en dan kan je er water overheen doen, wijn. Noem dus dan kan zelfs jij aan de tafel zitten. En je warm eten op de bank. Met een peuter. Heel goed. Nee, maar dit vind ik wel een heel mooi kleurtje. Ja, dit vind ik altijd taupe. Ja. Ja. Dat vind ik altijd mooi. Het is volgens mij taupe, schat. Ja, whatever. Taupe. Maar voor jou is het taupe. Wat is het? Taupe. Okay. Taupe. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar nou, zoals je ziet, we hebben gekozen voor taupe. Taupe. Het is taupe. Nou, dan wil ik deze met die tafel. En dan deze in de 8 stoelen. 8 stoelen. Ja, nou dat kan. Helemaal goed. Wat vind jij hiervan, schat? Qua kleur? Nou, ik wil hem wel in die soort taupe-bruin tint iets. Voor het taupefeest. Voor het taupefeestje. Dit is volgens mij taupe, schat. Taupe. Taupe. Dit is taupe. 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 En dit is geen taupe. Taupe. Zoals jij zegt, de taupe. Voor het taupefeestje. Alleen hier zit wel een vlekje op. Die moet er wel af. Nee. Kijk. Sorry, schat. En het vlekje is weg. Hey, maar mag ik ook iets zeggen? Nou, alleen als het nuttig is. Nee, dat is nooit. Wat vind je van die kast? Deze kast? Ja, oh, tegen die witte muur aan. Wie heeft die kast gevonden? En, soms heb je wel briljant staan. Of niet? Het is toch een prachtige kast, man. Mooi. Kijk, je hebt niet altijd briljante ideeën. Maar nee. Nu moet ik zeggen, jij verdient een pluim. Nou, ik heb mijn momenten, toch? Ja, maar dit is echt een waanzinnig mooi. Dit vind ik echt een waanzinnig mooie kast. Ja? Ik vind het alleen jammer jij ervoor staat. Kan je even weggaan? Dus we hebben een kloostertafel, een 3 meter lange kloostertafel met 8 hele mooie stoelen. Ja, want de heilige maagd Maria die vond het wel heel toepasselijk, de kloostertafel. Een leuk grapje. En een hele mooie kast, een zwarte kast voor tegen de witte muur. Heel mooi, met van die speciale sluitingen, maar ik ben eventjes de naam kwijt hoe dat heet. Ja, ik ook. Dus dan kunnen we nu gewoon rustig verder met kerst inkopen, hè? Want volgende week wil ik wel ook de kerstsiering natuurlijk. Dat weet ik. Ik word weer aan het werk gezet. Maar... Ja, is toch gezellig? Wordt het leuk of niet? Nee, het wordt geweldig. Dat bedoel ik. En wat voor kleur gaan we een beetje de kerstsiering doen? Misschien is dat wel leuk om een tipje van de sluier even weg te geven.
Weet je, laten we alleen weg gaan geven dat de kerstboom. Nou. Voor de groenboom. Ik vind het een prima inschat. Ja, toch? Weet je, ik ga gewoon een keer met jou mee. Helemaal goed. Oké. Goed. Nou, dat was het. Ja. Einde bericht.